De brug over de Salamakadoorsteek wordt, als alles goed verloopt, uiterlijk in januari 2025 opgeleverd. Dit bevestigde minister Riad Noor Mohammed tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman benadrukt dat alle werkzaamheden nu in volle gang zijn en alles erin gezet wordt om de technische oplevering eerder te doen geschieden. Maar we plannen om in elk geval dat die al ready is. Misschien zijn er nog geen lichten erop of borden voor de drukte van de kerst. Hopelijk kunnen we dan openstellen als het lukt. Maar natuurlijk zijn er nog wat werkzaamheden, dus ik weet nog of de bouwaannemer gaat toestaan hoor. Terwijl hij bouwt, dat het al opengesteld is. Maar het zit on schedule en is op schema. Volledig op schema, geen vertraging, etc. De minister geeft verder aan dat er geen versneld tempo gekoppeld is aan de bouwwerkzaamheden. Het werkcontract biedt namelijk ruim voldoende tijd om de brug volgens de voorwaarden te bouwen.